Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 14 januari van Weerplaza. Vandaag hebben we te maken met een stroming vanuit het noordwesten. Er worden geregeld buien aangevoerd. De temperatuur ligt tussen de 4 en de 7 graden en daarbij waait een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. Vanmiddag is bij buien in het noordoosten van het land kans op hagel of natte sneeuw. Ook vanavond vallen er eerst nog een paar buien. Later vanavond klaart het breed op en koelt het snel af. Want inwaarts komt het kwik dicht bij het vriespunt te liggen. Ook neemt de wind geleidelijk aan in kracht af. Morgen zien we overwegend veel bewolking. met in de ochtend een spatje regen of motregen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt mogelijk de zon door. Het wordt 7 of 8 graden bij een matig tot vrij krachtige westelijke wind. Woensdag is een grijs dag met soms wat gemiezer. Later op de dag verwacht ik meer regen. Het wordt dan opnieuw 6 tot 8 graden. Vanaf donderdag wordt er koudere lucht aangevoerd. Op vrijdag wordt het hooguit 5 graden. Mijn naam is Diana Boi van Weerplaza.